Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Carreermode. Mijn naam is JiaNan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 42 hier in Nederland. Heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht moet het ietsje kleed erop, zijn die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Carreermode content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Goed, Nederland is dus onze thuisrace. Kijken wat ook Max Verstappen kan gaan doen. Die is de vervanger van Mika Hakkinen na een teleurstellende aantal races. Nou was Max helaas 14e geworden, dus dat moet echt een tandje beter. Maar goed, wij blijven gewoon in winnende vorm. Er komen een aantal faciliteiten aan, want we hebben het geld ervoor, dus die gaan we ook gewoon even spenderen. Daarnaast komen er ook een aantal updates op de auto. En dat is goed om te zien. Tot nu toe bijna alle races gewonnen van dit seizoen. En is het op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. We waren dan bij Q1. Het verliep hier helemaal in het water. Loopt helemaal in het water. Intermediates eronder gezet. Kijken wat we dus kunnen gaan doen op dit natte circuit in Zandvoort. Onze thuisrace en ook die van Verstappen en Niek de Vries. Volgens mij ook met Richard Verschoor erin. Dus ja, 4 Nederlandse rijders. Dat vindt het publiek wel mooi. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. We gaan dus onze eerste ronde neerzetten op het circuit van Zandvoort. We doen het hier gewoon rustig aan vanwege de natte weersomstandigheden op het circuit. Met groen in sector 1 en 2. Gaan we kijken waar deze tijd ons naar brengt. Perez voorlopig naar de snelste tijd. En wij laten die snelste tijd afpakken. Jazeker. P1 voorlopig in Q1. Dat is goed om te zien. Nog ongeveer 50 seconden op de klok. Gaan wij proberen deze tijd te verbeteren. Voorlopig een 4e plek. Max naar P2. En de regen is ermee opgehouden. Het is alleen nog maar wat nat op het circuit. En de baan moet dus worden droog gereden door ons. De eerste bocht verloopt goed. Jazeker. En pakken daar al gelijk ruim 3 tiende. 4 tiende zelfs. Dat is heel goed om te zien. Daar gaan we helaas wel wat te wijd. Dat is minder, terwijl Oscar Piastri even naar de snelste tijd gaat. Wij laten wel paars in sector 1 noteren. Groen in sector 2 komen aan bij de laatste bocht. We zijn inmiddels doorverwezen naar de laatste positie. Maar dan verbeteren we ons met ruim 4,2 seconden. En dat is de snelste tijd. Goed gedaan, aanbeland bij Q2. Volgens mij is Max Verstappen niet door naar dit kwalificatiedeel. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. Wij moeten het in ieder geval gaan doen met, ja, gelukkig de zachte band. De regen is helemaal weggetrokken. Alleen nog maar wat bewolking op het circuit. Kijken wat we dus kunnen gaan doen nu de auto helemaal optimaal is. En je ziet al gelijk, de grip is weer terug. We kunnen heel hard gaan pushen. Wang Yuzhou laat even de snelste tijd noteren. Maar wij willen daar zometeen iets aan gaan doen. De DRS dus geopend. En dan komen we aan bij start, finish. En dan laten wij de 6e tijd noteren. P6 voorlopig. Terwijl Norris naar de snelste tijd gaat. Wij zijn inmiddels doorwezen naar een 9e positie. Dus ja, we moeten toch echt hard gaan knokken voor een top 10 plekje. De laatste bocht verliep daar niet zo lekker en daarmee hebben we onze exit helaas verpest. Geen idee waar Max Verstappen is. Het kan zijn dat hij ook nog meerijdt in dit kwalificatiedeel. Daar helaas de eerste bocht en dat gaat mis, want we hebben het grind geraakt. Dat betekent wat tijd verloren, maar kunnen die tijd weer wat recht trekken. Met rood in sector 1, groen in sector 2. Nog steeds een 9e tijd en zijn een 10e sneller gegaan. We kunnen nog een rondje gaan doen op deze band. En springen dus naar P5. Nog ongeveer 30 seconden op de klok. Helaas met paars in sector 1, rood in sector 2 en we maken hier een fout. De tijd is weg. We staan inmiddels op een P11 en dat betekent dat wij niet door zijn naar Q3. We komen hier tekort in Zandvoort. En dat is minder. Wordt een 11e positie voor ons op de startgrid. Norris voorlopig naar P1 in Q2. Hij is naar P11 komen ongeveer is het 40.000 tekort. Albon pakt een 5 plekken straf en Max is helemaal niet door naar Q2. Is zelfs gestrand in Q1, dat betekent beide auto's dus uit de kwalificatie. Het wordt een lastige race, maar kijk wat we dus kunnen gaan doen voor aflevering nummer 42. Daar gaan we dan in Zandvoort op een P11. The people of Zandvoort fondly recalled the Grand Prix they used to hold, and then came along Max Verstappen. Across Europe, the Orange Army sold seats and seats and seats, and now they have their own Grand Prix. It is time for race day in the Netherlands. Zandvoort circuit then, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. George Russell will begin today's event in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid we have Sainz, Ocon, Oscar Piastri, Norris, Tsunoda, Magnussen, Richard Verschoor, Gasly, the Professor, Drugovich, Hulkenberg, Zhou, Sargeant, Perez, Albon, Verstappen, Bottas, Stroll, De Vries and Dennis Hauger. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Right mate, I know it's your home Grand Prix, but I want you to treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks, please. We moeten dus niet al te veel risico nemen in deze wedstrijd. Strategie is soft, medium en daar gaan we dus ook gewoon voor. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Wij vertrekken dus op een 11e positie naar een teleurstellende kwalificatie. Hetzelfde geldt dus ook voor Max Verstappen die achteraan start. Kijken of we onszelf naar voren kunnen terugvechten. Volgens mij start George Russell op de zachte band. Zouden in ieder geval de jongens voor ons wel eenvoudig kunnen gaan inhalen. Omdat wij nou eenmaal een snellere auto hebben dan de rest. Die voor ons rijdt. Max dus 18e. Op de zachte band. Komen we dus aan bij het einde van de formatieronde. Flinke bewolking op het circuit. Maar geen regen voorspeld. Dat is uitstekend om te zien. Ik wacht wel dat wij Verschoor zo snel mogelijk willen voorbij gaan. Want die rijdt op de harde band. We komen keurig in onze gridslot terecht en dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 42. Hier in Nederland, onze thuisrace gaat dus beginnen met onszelf op P11. De lampen gaan aan voor de grote prijs en ze zijn onderweg en komen gewoon goed weg. Verschoor zit al een beetje klem, Gasly zit ook een beetje klem en wij zitten zelf ook klem achter Yuki Tsunoda. Hier aan de buitenkant kijken bij de Japanner, dat lukt want die rijdt op de harde band misschien. Wat naar de buitenkant toe gedwongen, maar hier laten staan. En zo pakken wij P10. Volgende heet dan Gasly, die we hier buitenom kunnen passeren misschien. Jazeker, en dat lukt. P9 is al van ons. De volgende heet dan Kevin Magnussen. Die rijdt op die zachte band, maar wij hebben een snellere auto. We zitten in de tweede ronde van de race. Als we daarbij Magnussen aanvallen, die probeert die binnenkant te verdedigen. Is helemaal mislukt. En wij gooien onszelf in dat gat en dat is P8. Goed gedaan. Op naar Richard Verschoor. Hier misschien achterlangs terugkruisen, jazeker. En zo is ook de 7e plek van ons. De volgende heet dan Lando Norris. Prima inhaalactie en wij laten paars in sector 1 noteren. En zijn dus op een 7e positie aanbeland. Russell rijdt al helemaal weg van, denk ik, Carlos Sainz. Daar aan de binnenkant bij Norris, jazeker. En dat is P6. Prima in een actie. We zitten in ronde nummer 3 als Russell de snelste raceronde noteert. En wij kijken aan de buitenkant bij Charles Leclerc voor P5. En wij laten ook even de snelste raceronde noteren met een 1.12.1. De volgende heet kan Oscar Piastri voor P4. Tot nu toe verloopt het allemaal hartstikke goed. Sainz houdt daar wel de Ocon op en Piastri. Dit tweede DRS gedeelte, Piastri op P3. Wij zitten hier misschien te kijken, jazeker, komen van ver en duwen Piastri wat naar buiten. Zo is P4 van ons goed gedaan. Op naar Esteban Ocon voor het podium. Zitten we inmiddels in de vierde ronde van de race. Hier uitkomen exit, hebben die zachte band. En wij zijn Ocon gepasseerd voor P3. Volgende heet dan Carlos Sainz, maar naar Russell wordt het wel even een dingetje. Dat gat is al 2,7 seconden. Inmiddels 3 seconden. En we zitten zometeen in de vijfde ronde van de race. Het slipstream, overtake en DRS aan de binnenkant kijken bij Sainz. Die remt laat. En de wielen haakten daar een klein beetje in elkaar, maar toch pakken wij P2. Nu moeten wij dat gat naar Russell zien te dichten. Dat gat is 2,8 seconden. Nogal groot. En hij rijdt ook op die zachte band. Ocon op P3, maar daar hebben we Russell inmiddels benaderd in ronde nummer 11. We hebben zometeen DRS van de Brit. Het gat is 17e. En dan duikt Russell naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. En wij gaan proberen de overcut te slagen op de Brit. Russell gaat ver terugzakken, denk ik. De pitlane is hier nogal lang. En dit is een snel circuit. Dus kijken waar we zo meteen terechtkomen. Jazeker, en nu duiken wij naar binnen voor onze late pitstop. Gaan naar de mediumband, krijgen de auto mooi op tijd afgeremd. Pitlimiter is aangezet. En kijken waar we zo meteen terecht komen. Norris rijdt een ronde langer door op die zachte band. 2,3 is de pitstop. En gaan dus naar de mediumband. Waar is Russell? Die komt nu bij de eerste bocht aan. Maar wij komen er denk ik net voor. Russell aan de buitenkant. Maar wij hebben de overcut geslaagd. Jazeker. Prima strategie van ons. En zo kunnen wij wegrijden van de Brit. Nu toe een P4. Max moet nog naar binnen en gaat denk ik ver terugvallen. Jammer van hem. Had ik ook niet verwacht toen we hem hadden gecontracteerd. 2 slechte races. Moet echt beter. We zitten in ronde nummer 22 als het daar geel is in sector 3. Want daar valt denk ik iemand stil. Het is volgens mij Logan Sargeant. Die gaat uitvallen in de race. Bij de kombocht staat hij stil. Jazeker, de Amerikaan finisht de race niet. Met nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Eerste uitvaller dus van de dag. Russell volgt op 1,5 seconden. Ocon op P3, Leclerc en Sainz 4 en 5. Tot nu toe is het een hele goede wedstrijd voor ons. We hebben onszelf helemaal teruggevochten vanaf P11 naar de leiding. Dankzij de snelle auto, dankzij de goede strategie van het team. En zometeen komen we aan bij de auto van Logan Sargeant. Worden al gewaarschuwd door de ingenieur. Voorzichtig, voorzichtig. Maar wij rijden hier gewoon vol gas door. Dat is nu 1,4 seconden naar Russell. Auto is weggehaald en hier een herhaling wat er is gebeurd met de Amerikaan. Rijdend achter zijn teammaat Felipe Drugovich. Op die 16e positie. En ik denk dat het een motorisch probleem is. Jazeker, motorprobleem bij de Williams. En een DNF voor Sargeant. En parkeert hem mooi op het gras. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de race. Russell kan er niet naartoe rijden. Een gat blijft 2 seconden. En wij gaan hier een belangrijke overwinning halen voor het kampioenschap. Van P11 naar P1 met als snelste racerondepunt. Uitstekende race. Jammer van Max, maar toch kunnen we helaas er niks aan doen. Dat is niet mijn fout. Voor ons een prima resultaat en is het op naar de volgende race en aflevering. What a great race then, and a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, they are very much at one with the car, which is a cliche, but it's true. It's not an easy process, and that work is very much paying off. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier wordt dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Nederland met het aantal race 100 punten. Dat is heel goed gedaan. Russell na P2, Ocon op het podium, Max helaas van P18 naar P11. Beetje jammer. Eén uitval nog Logan Sargeant. En wij nog steeds verstevigen de leiding in het klassement met de coureurskampioenschap en het constructeurskampioenschap. Dat is heel goed om te zien. Maar Max, dit moet echt vele malen beter. Wil jij het zitje voor volgend seizoen ook houden? Je niet voor niets hier naartoe gebracht, omdat Hakkinen zo slecht presteerde. Hoop niet dat het met jou hetzelfde gaat gebeuren. En nog steeds Alfa Tauri en volgens mij Alfa Romeo zijn nog steeds puntloos. Maar goed, rivaal breakdown, plus 6 voor mij, plus 2 voor Sainz. Wat betekent 22 tegenover 10, dus wij zouden die rivaal breakdown gewoon gaan winnen eigenlijk. Teamaclaim is ook gewoon in orde. Wij zijn dus nu level 20, Max is level 19, het team is level 24. Dat is goed om te zien. En ja, er komt ook een update binnen van de aerodynamica. Dat is goed om te zien. Hebben dus weer wat extra geld gekregen van de sponsoren. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. We hebben blijkbaar een ERS-fout in die grote prijs gekregen. Vreemd, want dat had ik niet gezien. Maar goed, het geeft niks, krijgen dus extra resource punten voor. En ja, en volg me even op de sociale media. Mijn gebruiksnamen, het linkje daarvan staat in de beschrijving. Dus daar kan je gewoon op klikken en dan kan je gewoon ja, mij volgen. En ja, abonneer gewoon als je nieuw bent. En zet ook gelijk dat belletje aan. Want elke zaterdag en zondag komen de video's. Ik denk ook dat we nu ook even op de woensdagen video's gaan uploaden. Want ja, ik ben de komende maand ben ik eigenlijk gewoon lekker vrij. Dus dat is goed om te zien. Voor mij dan. Dus ja, nog niet geabonneerd. Gewoon even doen voor wekelijkse My Team Carreermode content. Dit was JiaNan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met de volgende race in Japan. En kijken wat we dus daar kunnen gaan doen. Tot de volgende keer.